Dit is het biernieuws van deze maand. Het is juli, het is tijd voor bier, we gaan beginnen. Brouwerij De Zeven Deugden heeft een nieuw biertje ontwikkeld, namelijk De Hoge Noot. Daarmee willen ze freelance muzici ondersteunen die in deze tijd een stuk minder werk hebben. Goed nieuws, goed bezig. En verder. Brouwerij Gebrouwende Vrouwen heeft bekendgemaakt dat zij graag internationaal wil doorbreken. Wij ook. De jongens van Bierproef hebben weer een nieuwe video online. Ze zijn naar het park toe geweest en hebben daar 40 minuten over een boek zitten praten. Nordy dronk geen eens bier, kom op hé. Terug naar het bier, jongens. Graag uw aandacht voor het volgende nieuws. Namelijk, de Week van het Nederlandse Bier is verplaatst naar 2021 in verband door corona. Dat betekent dus dat dit jaar er geen week is van het Nederlandse bier. Graag een minuut stilte. Zometeen schuift er een terrassoloog aan. Maar nu eerst naar de reclame. Een kleine workout doen voordat je gaat flaneren op het terras? Nu de enige echte Beerbells. Een uniek concept die naar eigen kracht in te vullen is. Oefening te makkelijk? Drink een paar bruine rakkers leeg. En ik verzeker u, voor de laatste op zijn haalt u de 3 herhalingen niet meer. De Bierdon. Voor en tijdens de workout is hydrateren essentieel voor het verbeteren van lichaam en geest. Deze Bierdon is verkrijgbaar in verschillende kleuren en ook persoonlijke bedrukking is mogelijk. Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen. Tijd voor het terras! Maar ja, wat doe je aan? Met deze fantastische, modieuze misser hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Deze perfecte terrasstappers zijn voorzien van aerodynamische luchtgaten die uw transpirerende onderstelsels een heerlijk vrij gevoel geven. Wees er snel bij, want op is ook echt op. Welkom terug bij het Biernieuws. Onze gast, professor Terras Barrebas, is aangeschoven. Hij is terrassoloog. Hij houdt erg van breien van voetbalsjaals. En hij deed ook aan sport, begreep ik? Inmiddels niet meer, nee. Maar ik zit nog wel in het bitterbalcomité. Kijk, leuk. Ja. En ik hoorde dat jij bezig bent met een boek. Ja, daar was ik mee bezig. Ik was goed op weg, maar die plan heb ik inmiddels ook weer een maandje geparkeerd. Oh, zonde. Hoezo dat? Ja, de terrassen zijn wel open. Ach ja, natuurlijk. Ja, geen tijd meer. Laten we even bij het begin beginnen. Je bent terrassoloog. Waarom en hoe is dat begonnen? Ja, het begon eens. Ik zat met wat vrienden op het terras. En ik had het erg naar mijn zin. Ik denk, dit is wel leuk. En ik hoorde iedereen om me heen zeggen van, nou, je moet van je hobby je werk zien te maken. Nou, dat heb ik gedaan. Kijk, fantastisch hè. Heb jij een opener trouwens? Oh ja, uiteraard. Nu we toch bezig zijn met het openen van biertjes. De laatste tijd is natuurlijk, is dat veel gedaan. In verband met corona hadden mensen veel meer tijd. Wat voor een invloed had dat natuurlijk op de mensen die niet naar het terras konden? Ja, die invloed was gigantisch. Mensen liepen er continu langs om te kijken of ze alweer hun vaste stekkie konden bemachtigen. Maar het zat er gewoon even niet in. Jou als terrassoloog moet dat verschrikkelijk zijn geweest. Ja, dat was een hele moeilijke tijd. Ik kwam echt in een neerwaartse spiraal terecht. Ik heb gewoon dagelijks mijn routine nodig om naar het terras te gaan en weer terug. En ik heb daar dagelijks mijn pilsje nodig. Want ik merkte aan mezelf, ik kon op een gegeven moment niet meer van het water afblijven. Ja, dat is moeilijk. Verschrikkelijk, hé. Nu ongeveer een maand geleden kwam het verlossende woord uit Mark Rutte zijn mond. Het mocht weer. De terrassen mochten weer open. Ja, ik kan me niet voorstellen, het moet fantastisch geweest zijn voor jou om te horen. Ja, dat was een fantastische blijdschap. Ik was thuis die frituurbitterbal, was ik meer dan zat. Nu kunnen we weer gewoon de echte Van Dobbel bitterbal proeven. En ook voor het land, hè, het is zo verschrikkelijk belangrijk. Voor heel onze cultuur, voor heel het land. Propvolle terrassen, we moeten samen met elkaar zijn. En we moeten ons gewoon volgooien met bier op het terras. Dat is echt belangrijk om onze cultuur in stand te houden. Dus mijn hart maakte echt een sprongetje toen ik hoorde dat ik gewoon mijn onderzoek weer kon gaan doen. Wat is voor jou nou echt essentieel voor die terrassencultuur? Ja, de communicatie. De communicatie tussen gast
en bedienende. En dan ook vooral de frituurkoning. Hè? Een stukje magie. Het is gewoon een stukje magie wat bij elkaar komt. En elke dag lukt het weer. En komt die magie weer naar boven. En ja, als je dan de feiten ook weer naar boven ziet komen van zo'n onderzoek. Ja, dat is fantastisch. Want nu zijn de terrassen weer open. Je kunt weer met je onderzoek starten. Ja. Daar ben je ook mee bezig. Ja. Wat is nou de kern waar je echt naar op zoek bent? En is er een vraag waar we straks gewoon kunnen zeggen van zo zit dat dus? Ja, we lopen in de terrassologie wel erg tegenaan op het moment dat als wij een goede dag onderzoek hebben gedaan, dat we de volgende middag wakker worden en de resultaten vergeten zijn. We hebben eigenlijk niks om te verwerken. Maar daar zijn we momenteel een oplossing voor aan het verzinnen. Erg belangrijk werk. Ik denk dat iedereen in Nederland blij is dat jullie bestaan. We zijn erg benieuwd als jullie een oplossing gevonden hebben. Dan spreken we elkaar zeker nog een keer. En nu door naar het weer. Dankjewel, Nordi. Ik sta momenteel op een industrieterrein, een keer wat anders dan een zorgboerderij of een park. Het weer is nu vrij onstuimig, een beetje regenachtig. Maar ja, vorige week was het pittig lekker weer. Je kunt nergens op aan in Nederland. Eén ding is wel zeker, alles is lekkerder met bier. Dit was het Biernieuws. Norbert-Jan, de weerman, signing off. Yo.